Goedemiddag en welkom in de Bali. Mijn naam is Veronica Baas en vandaag gaan we het hebben over Palestijnse verzetsliteratuur. En dan in het bijzonder die van Ghassan Kanafani. En dan nog weer meer in het bijzonder die van het boek of de novelle Mannen in de Zon. Eind vorig jaar in een nieuwe vertaling van Duke Poppinga uitgekomen bij uitgeverij Jurgen Maas. En met Mannen in de Zon schreef Kanafani een novelle die draait om de vraag: wie luistert er naar de noodkreet van de Palestijnen? En dat is een vraag die natuurlijk altijd urgent is geweest, maar misschien actueler en noodzakelijker dan ooit. En we gaan het vanmiddag dan ook hebben over de kracht en de macht van literatuur en misschien ook wel over de onmacht van literatuur. Over Kanafani specifiek, maar ook de traditie waarin hij staat. En dit alles doen we in het licht, of misschien moet ik meer zeggen, de schaduw van de oorlog in Gaza. Ik wil graag Rasha Hilwi vragen om de eerste pagina van de novelle voor te lezen in het Arabisch. Mag ik een hartelijk applaus? أبو قيس. أراح أبو قيس صدره فوق التراب الندي، فبدأت الأرض تخفق من تحته. ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل مرتجة ثم تعبر إلى خلاياه. في كل مرة يرمي بصدره فوق التراب، يحس ذلك الوجيب كأنما قلب الأرض ما زال منذ أن استلقى هناك أول مرة يشق طريقا قاسيا إلى النور قادما من أعمق أعماق الجحيم حين قال ذلك مرة لجاره الذي كان يشطره الحقل هناك في الأرض التي تركها منذ 10 سنوات أجابه ساخرا هذا صوت قلبك أنت تسمعه حين تلصق صدرك بالأرض أي هراء خبيث والرائحة إذن تلك التي إذا تنشقها ماجت في جبينه ثم انهالت مهومة في عروقه كلما تنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها خيل إليه إنه يتنسم شعر زوجته حين تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء البارد الرائحة إياها رائحة امرأة اغتسلت بالماء البارد وفرشت شعرها فوق وجهه وهو لم يزل رطبا الخفقان ذاته كأنك تحمل بين كفيك الحانيتين عصفورا صغيرا الأرض الندية فكر هي لا شك بقايا من مطر أمس كلا أمس لم تمطر لا يمكن أن تمطر السماء الآن إلا قيظا وغبارا أنسيت أين أنت؟ أنسيت؟ En dan Duke Poppinga met haar vertaling. Abu Qais. Abu Qais lag voorover met zijn borst op de vochtige, kloppende aarde. Het waren de slagen van een vermoeid hart die natrilde tussen de zandkorrels. Het waren de slagen. Is het zo goed? Ja. Ja. Het waren de slagen van een vermoeid hart die natrilde tussen de zandkorrels en in de cellen van zijn lichaam drongen. Sinds hij zich daar voor het eerst op de grond had laten vallen, voelde hij steeds weer die siddering, alsof het hart van de aarde zich uit de diepste krochten van de hel een weg naar het licht probeerde te banen. Hij had het een keer aan zijn buurman verteld, met wie hij ooit, in het land dat hij 10 jaar eerder had verlaten, een akker had gedeeld en deze had spottend geantwoord: wel nee, dat is het kloppen van je eigen hart dat je hoort wanneer je met je borst op de grond ligt. Dat kon toch niet waar zijn? Wat een onzin. En die geur dan? Die geur
die zodra hij hem opsnoof naar zijn hoofd steeg en zich als een bedwelmend elixir in zijn aderen verspreidde. Steeds wanneer hij de geur van de grond waarop hij lag inademde, beeldde hij zich in dat hij het haar van zijn vrouw rook als ze uit de badkamer kwam, nadat ze zich met koud water had gewassen. Het was dezelfde geur van een vrouw die een koud bad had genomen en haar nog natte haar over zijn gezicht liet strijken. Het was hetzelfde kloppende geluid alsof je een trillend vogeltje liefdevol in je handen hield. Die vochtige grond komt vast door de regen van gisteren, dacht hij. Of nee, toch niet. Het heeft gisteren niet geregend. In deze tijd zendt de hemel enkel stof en verzengende hitte naar de aarde. Ben je soms vergeten waar je bent? Ben je dat echt vergeten? Dankjewel, Djoeke. Laat ik je ook even goed voorstellen. Literair vertaler, Arabiste, jarenlang verbonden aan de UvA. Hier ook bij mij op het podium heb ik Radi Souhoudi, journalist, politicoloog, bestuurder. Van de Omroep, ooit. Bestuurlijke ervaring. En Eshay Gaya Hajjaj, literatuurcriticus en filosoof. Welkom allemaal. Djoeke, laat ik even bij jou beginnen. Heel kort, net voorgelezen uit de eerste pagina van Mannen in de Zon. Waar draait die novelle om? Het verhaal gaat over drie Palestijnse mannen van verschillende leeftijd en verschillende achtergrond die een reis, min of meer gedwongen, een reis ondernemen van Irak naar Kuwait. En dat doen ze via een ronselaar, ook een Palestijn. En die ronselaar die weet ze zover te krijgen dat ze voor wat minder geld met hem meegaan. Hij heeft een lege tankauto tot zijn beschikking en hij wil die mensen vervoeren in die tankauto. En dan volgt er dus een reis door de woestijn, hitte, dorst, honger, angst. Maar ook natuurlijk grensposten waar ze langs moeten en waar het niet altijd zo gemakkelijk gaat. En daar gaat het eigenlijk over. En het verhaal loopt dramatisch af, kun je wel zeggen, voor diegenen die het nog niet gelezen hebben. Ik kan me niet voorstellen, ja. Maar... We hebben net overlegd, we gaan een beetje om het einde heen proberen te praten. Ja. Dus, is er iemand die het niet gelezen heeft? Ja, zie je nou? Toch nog wel, toch nog veel. Oké. Okay. Nou, we zullen op de spoilers letten vanavond. Radi, wat voor persoon was die schrijver, Kanafani? Ja, wat voor persoon? Nou, uiteraard heb ik hem zelf niet gekend. Ik ken hem alleen maar uit de overlevering. Hij is heel jong gestorven, want in 1972 vermoord in Beirut door de Israëlische geheime dienst. Ja, als je later zijn levensloop bekijkt en kijkt wat hij heeft gedaan en wat hij heeft geschreven, kan je zeggen, het is de spreekwoordelijke Palestijnse intellectueel van die generatie. Zowel zijn persoonlijke levensloop als zijn politieke denkbeelden, hoe zich die ontwikkelen, die staan eigenlijk model voor een grotere groep. Zo zie ik hem. En ja, hij is, toen hij 36 was, is hij vermoord. Dus hij is in die zin in de knop gebroken, zoals je dat dan zegt. Ik denk dat hij zich had kunnen ontwikkelen tot een van de belangrijkste intellectuelen en schrijvers. Maar dat was voor hem één ding, politiek en zijn schrijven. En die stonden ook in dienst van elkaar, met name het schrijven in dienst van de politiek. Maar ja, goed, het is, zijn leven is kort geweest en bruut afgebroken. Ja. Esha, Mannen in de Zon is zijn eerste boek. Jij hebt dit boek vorig jaar begin dit jaar 5 ballen gegeven in NRC. Waarom is het zo'n goed boek? Ik denk dat vooral komt door... ik was vooral onder de indruk door de stijl en de beknoptheid ervan. Het is... Iemand die echt geen woord te weinig schreef. En toch, het is niet een soort heel onderkoeld zakelijk proza. Zeg maar. Er zit heel veel emotie in. Er zit ook wel lyriek in, veel metaforen. Maar toch voelt het allemaal heel beheerst. Ook qua structuur, hoe verleden en heden in elkaar overlopen. Dat is ook, gaat allemaal vrij naadloos. Ik was daar erg van onder de indruk. En ook, ja, de thema's zijn natuurlijk heel zwaar. Maar dat weet hij ook heel goed
ook met humor zo ietsje lichter te maken. Niet op een manier dat het plat slaat, maar op een manier, ja, een beetje van die opmerkingen die beginnen in een lach en eindigen in een traan, zeg maar. Waardoor je wel voortgestuurd wordt om de hele tijd maar door te lezen. Ja, dat je benieuwd bent hoe het afloopt. En natuurlijk, de timing is ja, heel belangrijk, denk ik. Dus dat waren de afwegingen, ja. Ja. Joeke, jij hebt natuurlijk ook, als je een boek vertaalt, dan zit je zo heel dicht op een tekst. Wat viel jou op? Nou, ik ga helemaal mee eigenlijk met Esra. Want voor mij valt heel erg op de eenvoud van de taal. De helderheid ook. En ook wat jij ook al noemt, de structuur. Dus het is een hele heldere structuur, maar hij is niet simpel. Het is best wel een ingewikkelde structuur, maar hij weet het zo te brengen dat het echt ook heel goed te lezen valt en dat de spanning erin blijft. Maar het belangrijkste vind ik inderdaad, ik zou het niet eens humor willen noemen, maar er zit een soort levensechtheid in, met name in de dialogen, die ik echt heel, heel bijzonder vond bij het vertalen. En ja, ook een uitdaging. Je hebt ook nog een fragmentje meegenomen. Ja, dat is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Ja, ja. Moet ik even iets zeggen? Ze zijn dan bij een grenspost gekomen. Die drie mannen die zitten in die smoorhete wagen, die tankwagen. En de chauffeur, die niet geheel betrouwbare chauffeur, die gaat naar die grenspost om zijn papieren te regelen. En hij heeft natuurlijk enorme haast, want die mensen die stikken bijna. En dan komt hij binnen. De dikke man, die Abu Bakir heette, liet een boer en zei, dat is dus een ambtenaar waar die papieren aan overhandigd. Dus die man die liet een boer en die zei, wees nu toch verstandig, meneertje Rietstengel. Waarom heb je zo'n haast? En dat nog wel in deze afschuwelijke hitte. Hier is het tenminste lekker koel. Laat me een glas thee voor je bestellen. Tel je zegeningen, zou ik zeggen. Abul Ghaizuran pakte de papieren en de pen die voor Abu Bakir lagen en liep om de tafel heen tot die naast hem stond. Hij duwde de pen in zijn hand, stootte met zijn arm tegen zijn schouder en zei, op de terugweg kom ik een uurtje bij je zitten, maar laat me nu gaan. Ik doe het voor je zoon en je vrouw. Hier, pak aan. Maar Abu Bakir verroerde geen vin en bleef hem schaapachtig aanstaren, terwijl hij ieder moment weer in een lachstuip kon schieten. Wat ben je toch een schooier, ouwe Rietstengel. Had je niet in Basra kunnen bedenken dat je haast had? Nou? En dan zegt Abu Ghaizuran, ik heb je al gezegd dat de truck in de garage stond. Weer duwde Abu Ghaizuran de pen naar Abu Bakir, maar die maakte nog steeds geen aanstalten. Niet jokken, Rietstengel, niet jokken. Haji Ridda heeft ons het hele verhaal van A tot Z verteld. Welk verhaal? Ze keken elkaar aan. Abu Ghaizuraans magere gezicht verbleekte van angst en de pen trilde in zijn hand. Dat verhaal van die danseres, kom, hoe heette ze ook alweer, Ali? Kaukakap, antwoordde Ali van achter de gele, lege tafel. Abu Bakir sloeg met zijn vlakke hand op het bureau en zijn grijns werd nog breder. Kaukap, Kaukap heet ze. Mijn oude rietstengeltje toch, bliksemse duvel die je bent. Waarom vertel je ons niet wat je allemaal in Basra hebt uitgespookt? Tegenover ons hang je het nette heertje uit en vervolgens ga je naar Basra en pleeg je 7 zonden met dat danseresje. Kaukap, ja, zo heet ze. Ja, ik vind dat heel... Het zou nu geschreven kunnen zijn, dat om te beginnen. En ja, er zit ook een soort lichtheid in eigenlijk. Dat vind ik er heel erg knap aan. Ja. Terwijl het ook schrijnend is en ook bitter. En je die druk voelt en van die tijd. En je voelt die druk van die drie mensen. Ja, ja. Schiet toch op. Ja. Ja. Dan blijf ik nog even bij jou, hoor. Canavani wordt vaak neergezet als de vader van de Palestijnse verzetsliteratuur, of in ieder geval de grondlegger daarvan. Maar toch stond hij natuurlijk zelf ook al in een soort traditie. Kan je daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik wel kort over zijn trouwens. De Arabische literatuur, romanliteratuur, dat geldt niet alleen voor de Palestijnse literatuur, maar voor de hele Arabische literatuur, is een heel jong genre. Eigenlijk was tot zeg maar begin van de 20e eeuw was poëzie het allerbelangrijkste. En er was ook wel anekdotische literatuur en er waren wel vormen van romanliteratuur, maar niet zoals we die nu kennen. Die stamt echt vanaf het begin van de 20e eeuw.
En dat begon vaak met korte verhalen. Dus er was al eerder een traditie van korte verhalen. En langzamerhand werden dan in de hele Arabische wereld de eerste romans geschreven. In Palestina was dat in 1920. Een boek geschreven door Khalil Baydas. Een roman over een Palestijnse jongen en een Joods meisje die verliefd op elkaar worden en tegen de achtergrond al van de Joodse migratie naar het Midden-Oosten, naar Palestina. In het begin was die literatuur die was vrij zwaar en romantisch, vaak ook heel dramatisch. Eigenlijk kan je zeggen dat, en dan heb ik het dus over de periode 1920-1960, totdat Canavani zijn boek schrijft. Dramatisch en vaak werd het lot van de Palestijn werd meestal wel beschreven, maar de Palestijn werd vaak alleen als slachtoffer geportretteerd. En Canavani die breekt dat eigenlijk uit. Die breekt daar uit. Want bij hem is niet alleen maar de Palestijn een slachtoffer. Hij heeft ook zelfverantwoordelijkheid. Hij spreekt in dit boek ook de Palestijn aan op het feit dat hij berust en dat hij niet protesteert, niet in opstand komt. En dat is heel baanbrekend. En het tweede wat heel belangrijk is bij Canavani, hij beperkt zich niet tot alleen maar Palestijnen, maar hij maakt er eigenlijk een universeel verhaal van. En daarom vinden we het nu ook nog zo actueel. Omdat het eigenlijk nu ook nog onder onze ogen gebeurt, zij het in veel massalere en heftigere mate nog. Ja. Esja, jij hebt ook een fragment meegenomen. Waarom dit fragment? Nou, ik heb even kijken hoor. Ik heb inderdaad wat fragmenten meegenomen om dus wat meer in te zoomen op de manier waarop je met tijd omgaat in Mannen in de Zon. Ik zal ze even voorlezen. Dus dit gaat ook over Abu Ghaizran. Het is wel misschien een mooie aanvulling op wat er net gezegd werd. En dat gaat dus over een herinnering die hij heeft van dat hij geraakt is tijdens de Nakba en dat hij dus chirurgisch zijn geslachtsdeel verwijderd moet worden. Daar zit hij natuurlijk heel erg mee. Dus ik zal het even voorlezen. Abu Ghaizran schudde zijn hoofd en kneep zijn ogen dicht om zich te wapenen tegen het zonlicht dat plotseling op de voorruit viel. Dus we zitten in die auto. Het was zo fel dat hij aanvankelijk niks kon zien. Op datzelfde moment voelde hij een moordende pijn tussen zijn dijen en zag hij weer voor zich hoe zijn benen omhoog werden getrokken door twee beugels. Dus opeens ligt hij op die operatietafel. En dan twee pagina's later nog een fragment. Hij kon nog steeds niet accepteren wat er was gebeurd. 10 lange jaren waarin hij had geprobeerd zich bij de dingen neer te leggen. Maar welke dingen waren dat? Moest hij simpelweg toegeven dat hij zijn mannelijkheid had opgeofferd in dienst van het vaderland? En waarvoor dan? Zowel zijn mannelijkheid als zijn vaderland waren hem ontnomen. Ik vond dit dus heel tekenend voor twee eigenlijke aspecten, twee thema's dus in die roman. Is dat je ziet dat Canavani eigenlijk tijd als een soort accordeon gebruikt. Hè. Zo op één moment kan hij dat zo samenpersen en dan alleen al door zonlicht dat in zijn ogen komt, wordt hij teruggecatapulteerd naar iets wat 10 jaar geleden gebeurde en voelt dat even echt, alsof het op dat moment weer herleefd wordt. En dan het volgende moment rekt hij het weer uit. En dan zie je dus dat hij zegt 10 lange jaren waarin hij had geprobeerd zich bij de dingen neer te leggen. En dan voel je weer hoe lang die nasleep eigenlijk van dat ene moment is en dat hij daar nog steeds mee worstelt. En dat gebeurt eigenlijk op veel momenten in die roman, dat je dus opeens terug, het is licht, het is een gevoel in je buik of iets, en opeens ben je weer terug in een heel ander moment. En voel je dat verleden helemaal niet voorbij is voor hem. Mag ik? Ja, dat fragment is ook echt een sleutelmoment volgens mij, omdat mensen heel vaak als ze beginnen te lezen alleen maar denken van, oh, die Abu Ghaizran, dat is gewoon een schurk, opportunist enzovoort. En dan komt dit fragment. Hij dan is de mensensmokkelaar. Ja, het is ook een mens. En hij heeft ook dingen meegemaakt waardoor hij nu zo verbitterd is geraakt en zo gedesillusioneerd is geworden. Dus het is ook inderdaad een heel erg belangrijk fragment in het boek.
Ja. Ja. Ik wil zo meteen nog graag door over dat thema tijd. Maar Radi, eerst even naar... Je schetste net al dat literatuur en politiek voor hem, voor Canavani, heel erg verweven waren. En dat het een ook in dienst stond van de ander. Dat heeft hij nou vanzelf gezegd. Nou, we vertrouwen hem op zijn woord. kun je schetsen wat voor politieke tijd dat was? Ja, de roman waar we het, of eigenlijk is het een novelle waar we het nu over hebben, die is in 1962 geschreven. En, of zeg maar rond die tijd, en is in 1962 uitgekomen. De periode tussen 1948, de Nakba, de verdrijving van de Palestijnen uit een groot deel van de Palestina, en 1967, de oorlog, de Zesdaagse oorlog, dat is eigenlijk een soort tijd waarin de Palestijnen onzichtbaar zijn. Ze zijn er natuurlijk wel, maar ze zijn, en dat blijkt ook weer uit dat boek, ze zijn vooral bezig met overleven en eigenlijk het verlies, het traumatische verlies van hun land en van hun samenleving op de een of andere manier te verwerken. En dat kost heel veel tijd. En ik vond het ook treffend, omdat het de generatie van mijn vader betreft, die ineens dus hun land en hun samenleving zijn kwijtgeraakt en zoekende zijn. En deze mensen in het boek, die zijn zoekende. Canavani was, vermoed ik zelf, ook zoekend. Hij was van 1936, dus hij was 12 jaar, was een jonge jongen toen de stad waar zijn familie vandaan kwam, Akka, die werd ingenomen. Akka werd op 11 mei 1948 ingenomen, dus precies 76 jaar en één dag geleden. Zijn familie is naar Libanon gevlucht, want dat ligt vlak bij de grens, die stad. En is vervolgens in Syrië terechtgekomen. Daar heeft Canavani aan de universiteit en op de middelbare school gezeten. En hij werd daar politiek actief. En Canavani is in die tijd tot 1967, en daarom is hij ook, staat hij model voor heel veel mensen van die generatie, die politiek actief waren, geloofde die in de Arabische eenheid, de Arabisch socialisme. Dus de Arabische landen die zouden één worden onder leiding van revolutionaire regimes. Daarbij werd erg naar Syrië en naar Egypte gekeken. En die zouden samenkomen en één Arabisch land vormen, één Arabisch Rijk. En dat zou sterk zijn en dat zou dan vervolgens de geschiedenis van 1948 kunnen terugdraaien. De oorlog van 1967 was eigenlijk een hele hardhandige, maakte een heel hardhandig einde aan die politieke illusie van Canavani en dus van heel veel andere Palestijnen en Arabieren. En eigenlijk in 5-6 dagen is die droom van Arabische eenheid is in elkaar gestort. Want de Arabische wereld is gewoon verpletterend militair verslagen door Israël. En meteen na 1967, eigenlijk al de eerste weken en maanden daarna, zie je dat Palestijnen en dus ook Canavani zich realiseren, wij moeten het nu zelf als Palestijnen doen. Canavani is zich vervolgens gaan oriënteren op het Marxisme, Leninisme. Hij heeft toen samen met George Habash het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina opgericht. Dat was echt een Leninistische, Marxistische organisatie. En als je ook de dingen van Canavani, de politieke dingen van Canavani na 67 leest, dan is dat ook echt geharnast communistisch, leninistisch proza. Niet zijn literatuur, maar wel zijn politieke analyses. En dus ja, die hele omslag van je vertrouwen op de kracht van de Arabische natie en dan realiseren, ja, wij Palestijnen moeten het zelf doen. Ja, die was heel direct, die was heel hard bij Canavani en eigenlijk daar dus staat hij symbool voor de hele omwenteling bij Palestijnen en in de Arabische wereld. Vanaf dat moment, vanaf de Zesdaagse Oorlog, was het niet meer zoals daarvoor. Ik heb daar een vraag over. Na 1967 heeft hij een roman geschreven, Terugkeer naar Haifa. Ja. Hoe zou je die plaatsen? Dat gaat over een Palestijns koppel die in 1948 hebben moeten vluchten en hun baby hebben moeten achterlaten. En dan na 1967 komen ze terug om dat kind
te zoeken. En dan ontdekken ze dat kind is geadopteerd door Israëlische ouders en in het leger is gegaan. Dat is eigenlijk de inhoud van het verhaal. Maar hoe zou je dat plaatsen in dit verhaal, wat hij dan geschreven heeft? Nou, ik denk dat na 67, nogmaals, ik ken die specifieke roman niet. Er zijn twee dingen die ik van hem gelezen heb die wel grote invloed op mij hebben uitgeoefend. De novelle waar we het vandaag over hebben en een historische studie van hem over de Palestijnse revolte van 36, 39. Zijn andere werk heb ik niet meer gelezen. Nou ja, goed, mooi project voor de komende jaren. Ja. Maar ik weet niet... Esha, jij het heeft dus wel met 67 te maken, denk ik, want dan gaan ze dus terug. En ja, ik vroeg me gewoon af... Ik kan me voorstellen dat hij op dat moment zich realiseert van, nou, wij Palestijnen staan alleen en wij hebben iets uit te knokken met de Israëlische, Joodse kant. Ja. En daar moeten we ons in gaan verdiepen. En dat zie je natuurlijk wel met meer Palestijnen, juist uit het gebied van 48, waar hij vandaan kwam. Ja. Van ja, hoe moeten we ons daartoe gaan verhouden? Je moet nog even, om een historische aanvulling erop te geven, in die periode tussen 1948 en 1967... voor de Palestijnen die niet zijn gevlucht, de familie van Canavani was dus gevlucht, maar de Palestijnen die achterbleven in Israël, die leefden eigenlijk tot eind 1966 onder een militair regime. Dus ze waren als een soort, ja, je zou bijna kunnen zeggen, levend begraven. Ze waren er wel, maar ze waren er niet. Ze konden zich heel moeilijk politiek uiten. Terwijl ze er waren, werd al hun grond en hun bezittingen werd voor het grootste deel onteigend, omdat ze onder militair bestuur stonden. Dus dat geeft ook nog wel verdere inkleuring aan het verhaal van de achterblijvers, waar Canavani als vluchteling niet toe behoorde, maar omdat hij natuurlijk banden had met dat specifieke gebied ook weer wel. Ja. Esha, jij hebt ook nog fragmenten uit Terugkeer naar Haifa meegenomen. Misschien kan jij daar iets over zeggen of ze lezen? Zeker. Want ik wilde inderdaad misschien, ik weet het niet precies, hè, maar ik denk zo jaren 60. Ik vraag me af, wanneer is de PLO precies opgekomen? Ja, de PLO is in 1964 opgericht in Egypte, maar dat was toen een soort verlengstuk van het nasseristische regime. Ja. Eigenlijk van onder het idee van, ja, wij, de Arabische regimes, zullen wel eventjes Palestina voor de Palestijnen gaan bevrijden. Nou, dat is dus niet gelukt. En na 1967, eigenlijk al in de herfst van 1967 en daarna, wordt de PLO overgenomen door de Palestijnen zelf, door de mensen van Arafat en ook de mensen van Habash en het Volksfront, die eigenlijk die stroop op die de PLO was, overnam. En de Arabische wereld, de regimes waren eigenlijk, ze waren niet in staat om nee te zeggen op dat moment tegen de Palestijnen. Ja. Ze wilden het eigenlijk niet, maar ze konden geen nee zeggen. En je ziet dat eigenlijk na 1970 versterken de Arabische regimes weer hun greep op hun eigen landen, de landen om Israël heen. En worden de Palestijnen ook steeds meer in het nauw gedreven politiek. In Jordanië, in Syrië en uiteindelijk ook in Libanon. Ja, ik zie die twee verhalen eigenlijk, Mannen in de Zon en Terugkeer naar Haifa, eigenlijk wel parallel aan die opkomst van de PLO, denk ik. Als we zo kijk naar Mannen in de Zon, daar is de politieke boodschap heel erg van doe iets en laten we niet meer in dat verleden rusten. Nou ja, dat is dan 62, als ik het goed heb. 63. Ja. En dan Terugkeer naar Haifa, dat is volgens mij of in 67 of in 68, maar echt vlak na het verlies. En daar is, nou ja, inderdaad wat je zegt, is de politieke boodschap veel duidelijker van wij moeten dit doen. We moeten niet meer nadenken over wat we verloren hebben, maar we moeten kijken naar. We moeten in actie komen. Precies, ja. We moeten in actie komen. Als het kan, dan het cynisme onder die generatie van Canavani, maar ook Arafat en de mensen om Arafat heen, en ik heb sommigen dat ook zelf horen vertellen, dat ze minachten gewoon die Arabische regimes die maar kletsten over de Palestijnse dit en Palestina dat en we gaan ze bevrijden. En op het moment dat op het uur in 1967 gewoon letterlijk in de pan werden gehakt, dat verklaart ook wel de tegenreactie die de Palestijnen
en ook iemand als Cannavani opriep in de jaren na 1967. De Arabische machtshebbers moesten tandenknarsend al die kritiek en al die hoon van mensen als Cannavani incasseren. Maar ze vergaat het niet. En uiteindelijk kwamen ze wel de prijs jaren later opeisen. Maar goed, dat was wel heel erg. In die tijd moet je dat plaatsen. Het was tussen 1967 en 1970. Eind 1970 kun je zeggen dat het een soort revolutionaire periode in de Arabische wereld was, waarin alles op losse schroeven leek te staan. En uiteindelijk werd dat ten nadele van de Palestijnen weer teruggedraaid. Esha, jij hebt fragmenten uit Terugkeer naar Haifa. Inderdaad, dat sluit heel erg aan op het gesprek dat we nu hebben. Het zijn twee citaten uit Terugkeer naar Haifa. En dan is inderdaad dus de context is eigenlijk die confrontatie tussen vader en vervreemde zoon. En je moet dus een beetje goed opletten. Zo, de zoon, de naam die hij heeft gekregen van zijn Joodse ouders is Dov. En de naam die hij van zijn biologische ouders heeft gekregen, van zijn Palestijnse ouders, is Galit. En dan zegt de vader dus... dan zegt de zoon dus tegen hem, moet je denken, die heeft ook een Israëlisch soldatenuniform aan, terwijl hij dat tegen zijn vader zegt. You should not have left Haifa. If that wasn't possible, then no matter what it took, you should not have left an infant in its crib. And if that too was impossible, then you should never have stopped trying to return. You say that too was impossible. 20 years have passed, sir. 20 years. What did you do during that time to reclaim your son? If I were you, I would have borne arms for that. Is there any stronger motive? So you've spent 20 years crying. That's what you tell me now. Is this your dull, worn-out weapon? Er is een heel duidelijke... Hè, ik zou mijn wapen hebben opgepakt als ik jou was. En dat, ja, er zit dus heel erg dat mannelijkheidsthema. Er zit een heel erg... Ja, heel, heel typisch eigenlijk voor nationalistische literatuur. Dat mannelijke, dat ofwel je ontnomen wordt als je je land niet goed verdedigt, of dat je moet terugeisen. Dus hier ook, zo ben je 20 jaar aan het huilen, kom op, hè, wees een man, verdedig wat je lief is. En dan zegt hij dus, dan zegt de vader later, als hij in de auto terug is, zegt hij: Palestine is something worthy of a man bearing arms for, dying for. For us, for you and me, it's only a search for something buried beneath the dust of memories. Dus voor de generatie van voor de Nakba eigenlijk. Dus hij zegt ook inderdaad, dat is een passieve generatie. Hij is daar vrij streng over. And look what we found beneath that dust. Yet more dust. We were mistaken when we thought the homeland was only the past. For Galit, dus nu noemt hij hem bij zijn Palestijnse naam, the homeland is the future. That's how we differed, and that's why Galit wants to carry arms. Dov, dus de Joodse naam, is our shame, but Galit is our enduring honor. Ja, je hebt het, of hij heeft het hier over the past and the future. Jij bent ook filosoof. wat voor filosofisch idee over tijd denk jij te ontwaren in zijn boeken? Nou, het is grappig. Ja, het is misschien een beetje controversieel, maar je merkt ook echo's van zionisme in Cannavani's literatuur. Hij heeft ook zelf heel veel over zionistische literatuur geschreven. En ook de openingspassage van Mannen in de Zon, die net werd voorgelezen, is ook een verwijzing naar een zionistisch boek, Thieves in the Night, waar je ook iemand hebt die in de Palestijnse aarde aan het huilen is. En ook in Return to Haifa komen die Joodse ouders met Thieves in the Night eigenlijk naar Haifa aan. Dus er zit een heel duidelijke verwijzing naar dat boek. En je ziet dus dat eigenlijk zelf de soort, laat ik zeggen, psychologische complexen, waar zionisme zeker in de eerste dagen mee worstelde, die herken ik daarin ook, van een soort heel streng zijn op diaspora en op mensen die alleen maar soort passief zitten te jammeren. En zeggen van nee, wij moeten het heft in eigen handen nemen, wij moeten dit doen. En dus ook een soort breuk eigenlijk met het verleden. Dat hij zegt, Palestina is niet meer, lang leven Palestina. Als we Palestina terug willen, dan moeten we niet meer nadenken aan wat was.
maar het zien als ja, een visioen voor de toekomst eigenlijk. Ik weet niet of dat helemaal... Mm-hmm. Dat, ja. En daarmee ja, dus actie oproept. Ja, dat hij inderdaad ook zegt, hè, van de, pas als je Palestina ziet als een project, als iets wat te verwezenlijken is in de toekomst, dan ga je een geweer oppakken. Ja, het viel mij op toen we de Arabische tekst hoorden van de eerste pagina, dat het woord al-Ard heel vaak terugkomt, omdat die man ligt op de grond. En al-Ard is het woord wat de Palestijnen heel vaak gebruiken als ze het over Palestina hebben. Het betekent de grond, maar het betekent letterlijk de grond, maar het betekent ook meer dan dat. Ze gebruiken het woord vaker dan het woord voor land of natie. Het is echt... De binding met Palestina en met al-Ard, dat komt heel vaak voor in gesprekken en in de literatuur. En Kanafani begint zijn boek hier nu ook mee. Ik wil nog wel iets aan toevoegen aan het citaat wat jij net noemde. En wat eigenlijk dus ook al een verlaat antwoord was op jouw vraag van hoe moet je die roman plaatsen. Kanafani heeft dus ook een historische studie geschreven, of hij is eigenlijk begonnen aan een historische studie over de geschiedenis van Palestina. Die heeft hij niet af kunnen maken, omdat hij vermoord werd in 1972. Maar hij heeft een vrij bekende en ook wel invloedrijke, een lange artikel is het eigenlijk, of een lange hoofdstuk over de Arabische revolte van 36 tot 39 geschreven. En dat is eigenlijk een voorspel tot de Nakba, waarbij de bevolking van Palestina eigenlijk in 1936 in opstand komt tegen de Britten en tegen de Joodse immigratie in Palestina. En hij beschrijft dan ook het falende leiderschap van de Palestijnen. En dat was eigenlijk voor mij toen wel een soort eye-opener, omdat hij inderdaad de Palestijnen niet meer als een soort monolithisch blok beschreef, maar met verschillende fracties en tegenstellingen en leiderschap wat fouten maakt. Dus hij is zich daar heel erg van bewust. En hij heeft zelf op een gegeven moment ook gezegd dat de Palestijnen in feite drie vijanden hadden. De Zionisten en hun westerse bondgenoten. De falende Arabische leiders en hun eigen falende leiderschap. En dat beschrijft hij in zijn studie over 1936-39 beschrijft hij dat heel goed. Omdat in feite dan in die opstand, dan is een make or break voor de Palestijnen. Maar het leiderschap faalt. Met name het traditionele leiderschap in Jeruzalem. De Mufti, de Hoesseinis, die ruzies hebben met andere belangrijke families in Jeruzalem. En hij analyseert dat heeft bijgedragen tot het mislukken van die opstand. En eigenlijk in die opstand is de ruggengraat van de hele Palestijnse samenleving al gebroken. In 1939 hebben de Palestijnen in feite Palestina al verloren, omdat ze duizenden doden heeft het Britse leger aangericht in Palestina. Er zijn heel veel mannen en ook vrouwen trouwens. Maar eigenlijk is de ruggengraat van het Palestijnse verzet, wat er had moeten zijn in 1948, is al in 1939 gebroken. En Kanafani geeft ook de schuld aan het falende Palestijnse leiderschap en de interne verdeeldheid. En de leiders die hun eigen mensen lieten vallen. Dus ja, ook hier zie je weer dat zijn politieke werk en zijn literatuur en zijn eigen levensloop bij elkaar komen. Ja. Politiek gezien is er denk ik niet zoveel meer over van de linkse Palestijnse verzetsgroeperingen? Of? Het Volksfront is er nog wel, maar het is klein. Het maakt onderdeel uit van de PLO. Nou, het Volksfront was natuurlijk altijd wel als echte leninistische... Echt extreem, hè? Ja, nou ja, een harde leninistische organisatie die ook wel een aantal aanslagen op haar naam heeft staan. Maar dat heeft te maken met, misschien toch ook wel belangrijk om aan te roeren. Als je kunt zeggen dat er een groot vacuüm in het denken van Kanafani en zijn tijdsgenoten bij het Volksfront zit, dan is het wel dat ze eigenlijk niet een duidelijk beeld hadden van het zionistische
Israëlische project. Natuurlijk wisten ze, Palestijnen zijn het slachtoffer. Het is een vorm van kolonialisme. In ieder geval zo werd dat door de Palestijnen gezien en ervaren. En ook en objectief feitelijk beleefd. Maar in tegenstelling tot de kolonisten in Algerije, de Israëli's, de Joodse Israëli's, door de hele voorgeschiedenis van de Joodse immigratie en de Joden in Europa en de Holocaust, die zouden niet vertrekken zoals de Franse pied-noirs dat wel hebben gedaan. Het idee was, als je die mensen die nu Palestina hebben gekoloniseerd maar moeilijk maakt met aanslagen en terreur, dan vertrekken ze wel weer. Dat is natuurlijk niet gebeurd en dat zal ook niet gebeuren. Dus dat is een lacune in het denken. Maar goed, dat is makkelijk te zeggen na meer dan 60 jaar hier in Amsterdam. Maar dat is wel een soort zwart gat. En voor de rest is het zo, het Volksfront, ja, het is een leninistische organisatie. En die hebben nooit zoiets van, wij moeten de grootste worden. Als wij maar het initiatief hebben, als wij het initiatief pakken met in dit geval verzetsdaden. En als wij maar zorgen dat we de intellectuele voorhoede van het Palestijnse verzet zijn. En er werd ook wel een beetje, ja, meesmuilend natuurlijk gekeken naar Arafat en zijn mannen, die toch meer als een soort slappe bourgeois werden gezien. Ja, we gaan zo meteen in het volgende panel nog doorpraten, ook over de verhouding over de pen als wapen. Djoeke, ik wilde graag als laatste vraag nog, kan je nog iets vertellen over de impact die hij heeft gehad op de Palestijnse verzetsliteratuur? Hoe invloedrijk is hij geweest? Hij is heel invloedrijk geweest. Hij is echt, zoals je in het begin al zei, is hij de vader van de Palestijnse verzetsliteratuur. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen anderen waren. Er zijn zeker mensen ook in zijn voetsporen getreden. In de poëzie hebben we natuurlijk Mahmoud Darwish, kent iedereen wel. Ook een verzetsdichter. Maar hij is wel een voorbeeld geweest hoe het ook kon. En dat hele idee van Palestijn alleen maar neerzetten als slachtoffer in een soort heel dramatisch en soms zelfs melodramatisch verhaal is wel veranderd na zijn tijd. Ja. Yes, please welcome my next two guests. I will switch to English. Thank you so much for being here. I have Sabri Khatib and Rasha Hilvi. Please join me. Rasha Hilvi is a Palestinian writer and a journalist. She's the editor-in-chief of Rasif 22, an Arab language media platform focusing on identity, democracy, and social justice. Welcome. And we also have Sobha Khatib, public speaker and storyteller, with often a focus on diversity, inclusion, innovation, and communication. Welcome, and thank you so much for being here. You are both of Palestinian descent. You are both living in the Netherlands right now. So we will be speaking with you also from the experience of living here. We will talk about the necessity and the relevance of literature in these times. And I guess we will also try to answer this main question with which the book ends, which is, Palestinians cry out for help. Who is listening, and who should they address? I can imagine it must be quite difficult to talk about all of this, considering what is happening in these times. So I'm very happy that you're willing to talk. Sobri, can you tell a little bit about what Kanafani has meant to you in your life? Yeah. I actually remember the very first time I knew Kanafani. I was, I think, 14 or 15. And the only newspaper, the communist newspaper, was publishing every week some segments of stories. Mm-hmm. And in one of those, it was the story of Kanafani, Men Under the Sun. And it was the first time to read something like that and to know also actually something about the refugees, because I'm a Palestinian, but being a Palestinian, being born and raised within the territory of 48, talking about anything is a taboo
Where did you grow up? Next to Nazareth. I was born in Nazareth and I grew up in a village nearby. And so for me, through like his writing, I got like a new perspective about a whole population, the majority of the Palestinians, basically. And for me, it was also, I think, imagining, like while you're reading the story, you're imagining what's happening. It also like gives you some feeling that you also should do something. So I haven't reread the story actually until you basically told me about this program. And when I reread it now, after what now, 20 years, 30 years, I'm 38, I'm not doing the math. Anyway, it's just like, you know, made me realize like how also like there were like other layers of things that I didn't really notice while I was 15. And I think it also, in a way, it makes you sad because some things haven't changed, even became worse. But in some other sense, it also give you hope. And you read other works of Kanafani and you see how his voice became different and developed, and how also the thinking about what's happening with the Palestinians also have developed and is becoming different. So that's how I look at it. Yeah. Rasha, actually the same question for you, but you also engaged with him in your professional capacity, right? You wrote about him as well. Yes, I mean, I am different than, of course, I knew Ghassan Kanafani as a writer, exactly the same, like a channel, the newspapers and the books at home. But for me, the connection was with him as Ghassan Kanafani, the boy, the young boy, because he was born in the same city where I was born, in Akka. And this connection as like, you know, as a girl who was born and raised in Akka, to, as Subha said, like to a parent who were born during the military rule in the 60s, to grandparents who experienced the Nakba and its trauma, which is very hard to speak about it or to take information from it. So Ghassan, the boy who was born in Akka, and he's not there anymore, but the house is still there, the house where he was born, this was the first connection of us as like young Akkawiyi, who also we grow up in the narrative of absence of the city that we heard about. We knew that it was there, but it's not there anymore. And the people who were actually the majority who live in the city are not there anymore. During the Nakba, they were displaced, forcibly displaced, mostly into Lebanon and partly to Jaffa and also Gaza. So the house was there. Ghassan's spirit was there. I think we have a picture that you took of the house. If you can see. Yeah, this is the house, actually, when you look at it from the western side of the city. And if you're familiar with Akka, Akka is one of the oldest city in Palestine, and it's surrounded by three walls and the sea. And these are one of the first houses that were built outside of the city walls. And it has two floors. The Kanafani family were living in the second floor, there where Ghassan was born. And I visited the house for the first time as a journalist in 2015, because I knew the woman that she was living there. She's an aunt of my friend. She's originally from Akka, married to an Akka man, but she brought him to Akka, as any Akka woman will do. She was, when they moved to the house, they were living there with another Moroccan Jewish family in the same floor, not in the separated floor. Like each family had two rooms. And with time, the Palestinian family managed to buy the other rooms from the other family. And if you are also familiar that the houses that were emptied after the Nakba, they were considered as absence properties, أملاك الغائبين. And it's something that, you know, as the houses were just like, their owners been absent. The old woman who's living there, she actually kept the house as it is, the tiles, the windows. She just fixed it, what it's necessary to be fixed. This is the first connection was to Ghassan, the Palestinian who lost his home. And then when I met
Ghassan, the writer, this like different layer of connection of what does it mean to lose a home? What does it mean? What did it give you to your life, to your literature, to lose a home and to keep longing to have it back and to return to it? Yes. Like I started, it sometimes feels in very desperate times, it might seem a bit ridiculous or futile to talk about literature from 60 years ago. Why do you think it's still important? Why does it matter what he wrote, and why is it still relevant? Well, I think the fact that we are here and talking about him shows some importance. I think literature eventually is what keeps any group alive. So that we know about it, that you hear the stories. Kanafani is long dead, but his writing is still alive. And I think it's important also to track through different literature works what is changing in a nation or in a group, identity, aspirations, thinking. Yeah, I think, you know, when we look at literature, yes, in those times it might seem like as a move just like to get your anger out of yourself, and that's it. But I think we need to zoom out a bit and look also at the historical context, because any document that we have it written can tell us something about that period. Any way of also looking at the metaphors used, the characters that are being employed in the story, even the storyline, the lessons you want to take from those. I think this is kind of be used as a historical document in a way or another. And the second aspect, I think it's also giving some kind of hope, even if it's a very dark or hopeless story, but it gives you hope or a way to think, okay, I don't want to end up like this. What can I do? What should I do? And I think those are the main two maybe goals of like of literature when you are in such a situation. I think literature have maybe a bigger scope when you have like some, I would say, more freedom or more other, like free from your context, which is, I would say, a privilege that not every group have, unfortunately. But I look at literature that it have this power to let you influence others even when you're not there. And I think Kanafani was very well aware of this power. Like, you know, he lived very shortly, but he have produced so much. As if, like, you know, the time was ticking and he needed to write everything before he's gone. And he knew the power of those words. He knew how much it's important to talk about literature. And I think one of the things that also for me was surprising, you know, to realize later on that he was, next to the stories he wrote, he also, like, did some studies. And one of the studies was about the resistant literature in Palestine, inside Israel, between 48 and 66. So doing that, he was basically also trying to understand this group of Palestinians who stayed inside, this group that, honestly, until maybe 20 years ago, none of the Arabs around Palestine was even like thinking about or talking about. And I think this also like gives the light on different, I would say, groups and identities also when you read literature. So I always think it is important to keep it. Yeah. How do you listen to that, Rasha? I think that in literature there's this, like, there's something that really alive is narrative. And in a time of when we call it like resistance literature, we give value to people's narratives in a time that there is ongoing attempts to delete this narrative, to make the Palestinian invisible, to erase their perspective about a historical moment, in addition to documentation, addition of looking to the future or giving hope. And also in literature, because in Ghassan's Kanafani like sample or story, he also was a politician in addition of being a writer and a novelist. And we all know in political activism or in political fight, there is more nuances, there is more, like, let's say,
two narratives, manifestos, they're like ideologies, they're, and people can either agree or disagree, they can debate. In literature, there's something that it can embrace many voices. People can feel belong to it, even if you disagree with it. There's something that goes beyond the need to agree with you politically, but to see your human aspect of if you want to talk about a historical phase, as like Men in the Sun, Ghassan Kanafani spoke about three, four men who've been affected directly from the Nakba on their personal narratives. And you just can live their stories, and you can live through their pain of being of loss, of trauma, of longing to something, or finding a path in this. Like when you lose everything, you need to find your way. So you don't have to like go to find okay what happened historically in this moment, but you just can live with the characters, and then you go to the narrative. And this is for me the role of literature in a way that. It's exactly like the role of art. If you can, you bring your story and in front of an audience that not necessarily agree with your like political narrative, but in the end, the story can impact. It can give them maybe material to think or to search or to open their eyes on something. So it can include more people, can include more narrative. And definitely, it can make the narrative exist in a time of ongoing erasement. Yeah, because when it comes to the translations of his work, it is quite telling that his literary work has been translated definitely in English and now also, luckily, in Dutch again. But much of his political writings have been translated far less. So when it comes to Palestinian resistance, the West has a much easier time accepting literary resistance than political or violent resistance. So how do you look at that paradox of at one time it is more uniting, but it is also maybe just less effective? I don't know. Well, I don't think it's about less effective. Like, I think Kanafani would be classified in today's terms and as a terrorist. Yes. Like the person is openly saying bear arm and kill. And in today's world where when we talk about only peaceful resistance and only non-violent way of resisting, anyone who's not peaceful will be outside that frame, including Kanafani. Like, yes. I actually wonder how his literature would be. Like, his literature is exactly for the reasons that Russia meant and mentioned. Like, you know, we can read Kanafani's books, and this is why also some of his novels were translated. But most of his work, which was like, you know, more political and more like, you know, calling for bare arms, in his novels, basically, he tells the Palestinians, if you don't do it yourself, no one will do it for you. And I think this is also kind of like a place where today's world, like, you know, have those, like, you know, also stands that you should do things only peacefully. And if you're outside this line, no, we cannot even engage in a conversation with you. And this is, I think, something that, like, you know, even in, when we look at, like, you know, what happened in Gaza since, like, you know, 7th of October until now, the very first thing that anyone will start talking about October the 7th is condemning Hamas. The very first thing. Mm-hmm. While if you will take Kanafani out of, like, you know, his, you know, time and period, he will not condemn Hamas. He will say, yeah, this is the act that we will do, not in the same Hamas, because he will definitely disagree totally with their, like, line of thinking, but from a PFP perspective, that's some of the things that they would have done. So I think this is what also, like, brings literature sometimes to a place, like, you know, of maybe being, like, you know, beyond political or, like, you know, and also, like, I don't know, again, like, you know, if we take Kanafani, I'm not sure if he will come to Diwali, because for him, he might actually boycott Diwali because of, you know, you have an event in 3 days about anti-Semitism where Sidi will be speaking, which I think is organization, I personally, and I think Kanafani agrees that not exactly
the place, like, you know, for them to be. But this is just like to show also, like, you know, how literature can go like through time, but then literature it will stick to that period. But also, and this is why I think it's also nice to like sometimes analyze writers through their writings. Like in Canafani's book, Men Under the Sun, it was about desperation. It was about, like, you know, everyone actually, like, you know, discussed the ending. Like, you know, did they really knock but no one heard? Did they not knock because out of dignity? Did they not knock out of saying, oh, well, better like death than imprisonment? Did, you know, there are so many theories about that. And I think this, like, you know, well, like the one thing that everyone agrees is that, like, it's just like this place of like hopelessness and the individual salvation. And then you go to other books that he wrote, and it's about like, no, do something. And when he wrote Imsad, it was like, you know, this woman figure that, like, you know, all what she wanted is like to bear arm and to fight. So I think you see, like, you know, how those like things go also through, like, you know, the context of understanding, am I part of like this bigger Arab nation? Am I part of only a Palestinian liberation movement? But also in Canafani's work, you can also see that he's also someone who's very much thinking and having in mind this universal thinking as well. Like this thinking that I'm a part of this Marxist-Leninist thinking that I want to have all people being liberated. And I think those are like the things that make some of the works are more valuable to be translated. Because when it's universal, it's easier for a Dutch or a Danish or anyone to translate, while if he's writing a manifesto about something very specific that happens in the Galilee, less relevant. Yeah. So this question that Sabri just mentioned, like the crux of the story, like did the Palestinians cry out for help hard enough, and who should have listened to them? I do think that Palestinians did a great job historically. We have literature, we have poetry, we have politicians. I mean, of course, there is a huge failure of leaders and politicians historically. Now we can see also in this genocidal war on Gaza. But I think Palestinians did. I mean, the main fight is the fight of your narrative and to bring your voices and stories and keep it alive. And this is, of course, like, because in the end, the resistance literature, one of its role was to create a collective narrative, what's collective identity that happened before, that it's there before and after the Nakba. So and it was like it was mostly a very like self filling of about the history, about the land we lost, about the people that not there anymore, about there is a song, there is the theater, there is a cinema, there is a rich culture that out there not only crying for help but also showing the richness of this culture, the richness that was and still exists and still happening right now. It's productive. It's coming, of course, out of a very traumatic historical moment of the Nakba. But there is people. There is people that can also have a normal life and can exist in this. Very conflict identities and realities. And you have Palestinians in 48 Israel. You have Palestinians in the West Bank, in Gaza, in the refugee camps, in the exile. There are 12 million Palestinians, and it's a huge work, an ongoing work of not calling for help, but to say we are exist, we have life, we are human as anyone else. So the problem it's not that we actually called, but the issue that like well anyone was listening. We're seeing now even reading Men in the Sun, Ghassan Canafani wrote, it's just like as you read the story of four men right now in Gaza in a different way. As the history didn't change, as nobody actually learned from this pain of humans on this land. So it's not about, and the thing that, yeah, and for me also the question if the literature has a role or value, of course, yes. I don't want to say, I'm not hopeless to say no. It has many roles and many values, and it does, and it's still doing.
But for me, my main, if I believe in the literature as this stage that brings the narratives of humans, of individuals, in this among collectives, why we're still calling and shouting to see us as humans? And now, 2024 in the world, why? Is it our problem? We have mistakes, of course. We're not holy. We're not we're not victims only. We're not holy. We're not heroes. We are humans. We have everything, our good and bad, as any other human. But I think there is a role now more than is the how we can access and reach this literature and stories more and more to people. Today we have Ghassan Kanafani today in Dutch after how many years. It's important and it's very, we're grateful for this. But also I know that we have a new book by Ghazan writer Mahmoud Joda, also translated by Duke and published by Jorgen Maas. So this is important to reach, to bring these voices to non-Arabic speakers, to non-Palestinians, because Palestinians know, Arabs know, we have already a lot of fights to deal with each other. It's important that we bring these voices more to the West, not to like prove we are humans, but there is a need to understand this narrative, and we will not understand it unless we get closer to the narrative said and written by its own people. Thank you. So maybe you already answered it partially, but I was wondering, Palestinian resistance literature, is that aiming outside of the Palestinian people or inside? And how, for whom was Kanafani writing? I'm gonna answer shortly. I think also there's a lot of also now among the Palestinians themselves, the discussion among the term. The term was belonging to a historical phase of calling resistance literature, which now less and less been used when you speak about the modern Palestinian writers and poets. Is all Palestinian literature resistance literature? Excuse me? Is all Palestinian literature resistance literature? I will say yes, if I can explain what for me is resistance. If I speak, if there's a story about a young lady speaking about her love to her home in Haifa, which belong also to her grandma, this is resistance. If we have a love story happening in the street of Jaffa, it can be a resistance story. Existence by itself, to stay alive, to tell your story, it is resistance. I belong to the people who don't believe that there is one way of resistance. Your being, your life, your narrative is, your music is resistance. And among Palestinians, like historically, culturally also, like Mahmoud Darwish's journey itself, from being like direct political poet, writing manifestos in his poetry, to talking about his individual journey to love and to waiting, or to ghurba, which is terms only been used in Arabic. So there's a journey that also accompany the Palestinian writers historically. We might go back to what it was in the 70s because of what the catastrophe is happening now. But even reading now, even Gazan's writers under the Israeli bombs inside Gaza, you can see, of course, difference in writing 60 years ago. So things are changing. But believing that resistance has many ways, and of course literature is big part of it. Yeah. Do you want to respond to that? Yeah, well, I mostly agree with Rasha, because I think resistance also have different forms. And you know, the term was kind of like, thank you. The term was kind of coined by Kanafani when he was talking about the Palestinians who stayed inside 48, and how they just preserved what they had before, but also they started making fun of the ruler, the military ruler, or making jokes or about people who collaborate with the regime or doing other things. And I think under this umbrella of resistance, it's basically anything that upsets the enemy is resistance. And that could be, as Rasha said, music or love or singing. But it could be also things that are more harmful that you could pay the price for.
But when we, you know, when we focus on the literature of resistance, I think the term can be also kind of like exclusive sometimes. This is why I think like it's used less and less, because because also the resistance of the, even if we just focus on the Palestinians, we as Palestinians have so many different groups. And when you see and look at each group have its own daily life struggles, its own things that as a group needs. You know, many times I say, like, you know, look at Germany. It was just, you know, split only for 40 years. And yet we still have people think East Germany was Germany. The Palestinians have not been split only by a wall. They have been split geographically, but also through many different ways of being oppressed, sometimes by the Arab regimes, sometimes by Israel. If you look at the Palestinians, like, you know, even within the historical Palestine, the ones in Israel have different way of being oppressed than the ones in Jerusalem, than the ones in the West Bank, than the ones in Gaza. So if each group have its own way. So I think it's always like hard to have, like, you know, maybe one definition that will include everyone. But I think when people write, and sometimes they write to be, like, you know, more also like heard by the other groups, it's also like something that, like, you know, when you ask, like, you know, to whom are they writing? Sometimes you really just like write for others to know what you are going through. And those others could be other Palestinians, could be other Arabs, could be internationals and so on. But it's also something that, you know, we look at from different lenses as we read, because, and I think this is, for example, what's I find it, like, you know, interesting in Kanafani's writing. So, you know, you look at it, like, and it's very simple sentences, short sentences. It's like a kind of literature that you look at and you're like, okay, like, you know, it's very, like, simple if you look at it from nowadays lens. But I think, you know, you could see, like, you know, different layers that, like, you know, go through those experiences that he talks about. You know, especially, you know, if we look at, like, someone like Kanafani, like, he wrote what we consider, like, resistant literature. But he was also coming from a privileged family who had a less, I would say, traumatic experience than others, or maybe more traumatic, but less, I would say, like, you know, poverty wasn't, like, you know, a topic that he dealt with personally as other Palestinians. But still, he wanted to write about that because he felt that's the most important thing to write about. And I think this is also, like, you know, one of the things that when we talk about also, like, resistance, like, how can we bring voices that we think they are important to be brought? Sometimes even if they're not our own voices, but the voices and the stories that we feel that they are missing from the literary scene. Yeah. So is literature in these times something for you personally, something that might bring solace, or is it something you reach for, or is it everything just too much at this time? It's a good question, Veronica. Mm-hmm. Everything is too much. No, I mean, there is times when you look for the meaning of literature in time of catastrophes. You just, like, you, I mean, we are all in a limbo trying to understand why in these times we have to witness this horror, the horror that we heard about and we knew, and it's in our blood and in our, you know, like, echo everywhere. It's still there. And what does it mean to write now? What does it mean to read? What does it mean to tell again? But then you understand that this is also documentation. This is need to do it now. Otherwise, things also can, I mean, if you lost cities, if you lost people, if you lost kids, how we can remember if you don't write it down, how we can at least think about a future to rebuild through these stories. I mean, when I say it, also it sounds very ridiculous now, because we're still in this horror even after all these years. But I wanna hold hope to the value of the stories, to the value of literature, to how can it shape
not only to cry for the past, but also to shape, if I can use a better future, a future that the world can see Palestinian kids valuable as any other kids, yeah, I want to continue writing, definitely.